Van 7 tot 30 september aanstaande is er de 31ste editie van de Kunstdagen in Wittem. Met een muzikaal klassiek programma en een kunstexpositie. En daarover wil ik graag meer vertellen. Gaan jullie mee? De tentoonstelling is samengesteld door curator Bert Jansen onder de naam Blijvend Vluchtig, oftewel In Perpetuum Volatile. In de kloosterbibliotheek en in deze parkachtige kloostertuin kunt u werken vinden van fotografen en beeldend kunstenaars. De deelnemende kunstenaars zijn Pascal Leenders, Han Ramekkers, Maarten van den Berg, Maureen Bachhaus, Perry Schrijvers, Jos van Maastricht, Alex Marx, Jorgen Polman, Arjen Schmitz, Twan Dekkers, Paul Koenen en Bert Jansen. En wie ben jij? Ik ben Oesje Prik en ik mag iets nieuws introduceren, kunstenaarsgesprekken. Iedere zondagmiddag in september vanaf 2 uur bent u van harte uitgenodigd om te komen luisteren en misschien vragen te stellen aan kunstenaars die bij mij aan tafel zitten. Ik hoop u dan te zien. Heel graag, tot ziens. Oh ja, de entree is gratis. En kijk voor de openingstijden nog even op de website. Tot dan!